wat regeltjes met jullie overlopen, want goede regels maken goede vriendjes. Ja, oké. Gelieve jullie gsm dus op vliegtuigstand te zetten? Ja. Al jullie aandacht moet op ons gericht zijn. Mm-hmm. En jullie mogen ook niet filmen of fotograferen, want wij zijn de enigen die beeldmateriaal mogen vastleggen. Niemand mag met onze juice lopen. Hashtag de. Oh, geen paniek, geen paniek. Rustig, rustig, rustig. Na de show is er nog zoveel tijd als jullie willen om selfies met ons te maken. Woo! Oh my god, ik moet nog een storytje maken. Storytime! Oh yeah. Oké. Okay. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1, storytime! Oké, even kijken. Nee, deze is niet de vibe. Hallo, dit is onze story. Ja. Niet die van uw moeder. Allee. Dus we gaan het opnieuw doen. Dat kan met allemaal een grotere lach, want het is hier leuk. Mm-hmm. Eigenlijk moeten jullie gewoon allemaal een beetje meer shinen. Zoals we eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Dus haal je inner Karen naar boven. 3, 2, 1, storytime! Oh my god, post it! Nu, let's go with the show! Geniet ervan! Karen's out! Maar, wij luisteren. Wat is uw naam? Wat is uw woordnaam? Waar kende je Sam van? Hoe zou je Sam omschrijven? Wat is uw relatie met Sam? Zit ik anders dan normaal? En niemand deed iets. Begin maar, we luisteren. Wat is uw naam? Wat is uw geboortedag? Waar kende je Sam van? Hoe zou je Sam omschrijven? Wat is uw relatie met Sam? Ik kan het allemaal. En niemand deed iets. Wat was jij dat moment? En toen zei je dat je weer vaak met Had Sam een vriendje? En toen zei je dat je weer vaak met Sam? Had Sam een vriendje? En toen zei je dat je weer vaak met Had Sam een vriendje? En toen zei je dat je weer vaak met Wat was jij dat moment? Had Sam een vriendje? En toen zei je dat je weer vaak met Sam? Had Sam een vriendje? 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 Graag uw aandacht voor volgend opsporingsbericht. De politie en het parket van Antwerpen zijn op zoek naar Sam Stevens. Een meisje van 20 jaar dat verdween op de nacht van 21 op 22 maart 2020.
2022. Ze werd laatst gezien in Café Den Dodo. Ze heeft lang blond haar en is normaal gebouwd. En droeg op het moment van haar verdwijning een blauwe salopet en een wit blouseje. Mocht u Sam gezien hebben of weten waar ze verblijft, neem dan contact op met de politie op het nummer 0800 91 119. Discretie wordt verzekerd aan alle getuigen. Getuigen, gelieve iets van jullie te laten horen. Herleid ons tot ogen en oren en zo wordt jullie waarheid geboren. Wij hebben niet toegekeken, niet geregistreerd. We hebben dit niet gecreëerd. We hebben het slechts ijskoud aan de zijlijn aanschouwd. Weerhoud uw gevoel, u zo vertrouwd, dat wat ik nog kon doen, bestond uit getuigen. Geen eigen wil of inbreng, onverschillig aan het onverwillig. Geen gelegenheid van de madara's van onze situatie. En we zweren, wanneer onze waarheid wordt ontvuld, het was niet in ons schuld. Dat moment, dat ene punt, voor haar het verkeerde op de verkeerde plaats, werd met ons gedeeld. We zweren, het had niet als je kunt. We stonden aan de rand, wij waren figurant. Vandaag zelfs geen mens meer, maar als cameralens maken wij het toe, zogezegd weer transparant. Het excuus waar iedereen zich achter schaart. Een lens is nog nooit schuldig verklaard. Wat er ook was gebeurd, we hadden geen impact. Wat we ook hadden gedaan, het resultaat bleef intact. Tot die leugen, voor elk van ons, één voor één, intact. Getuigen. Oh, ja maar, wacht ze nu. Ik ben ik helemaal nog niet klaar, hè? Ah nee, ik ben nog met van alles bezig, hè? Oh, dat speelt ook geen rol. Ah nee, blijf maar zitten, hè? Welgekomen bij de dodo. Ik ben blij dat je zij langs gekomen. Zoek maar een tafel terwijl ik uw drankje klaar maak. Wat mag het zijn voor u vandaag? Ik zelf drink alles even graag. Stella shotjes, tequila cocktails of een karmeliet. Enkel water is iets dat je een dodo niet vaak ziet. Aangenaam iedereen, mijn naam is Anthony, Tony voor de vrienden. Maar ja, als je in mijn café zit, dan zijn ze sowieso al mijn vriend eigenlijk. Iedereen wordt hier met een glimlach bediend. Ah, jij bijvoorbeeld, wat studeerde jij? Ja, ik ben zelf ook nog student geweest. God, dat waren nogal eens toeren. En ons moeder die was nogal fier op mij. Ah ja, haar Tony in Antwerpen, hè. Allee, op het einde van de rit heb ik nu wel geen diploma gehaald. Ja, daar was ons moeder heel wat minder blij mee. Maar ik heb er wel echt fantastische vrienden gemaakt. Ja, vrienden voor het leven. Die stonden altijd voor mij klaar en ik voor hen. Ah ja? Allee, het is nu wel een tijd geleden dat ik die mannen nog gezien heb. Ja, eigenlijk zien we elkaar helemaal zoveel niet meer. Welgekomen bij een dodo. Ik ben bij je zelfs gekomen. Zoek maar een tafel terwijl ik je drankje klaar maak. Wat mag het zijn voor jou vandaag? Ik zal drink alles even graag. Stella shotjes, tequila cocktails of een karmeliet. Enkel water is iets dat je een dodo niet vaak ziet. Waar was ik? Ah ja, bij mijn maten die altijd voor mij klaar stonden. Ja, luistert. Mijn studies, dat was strafgekost. Ik studeerde verpleegkunde, maar die anatomie begon. Ja, en als ik het niet meer zag zitten, dan namen mijn maten mij mee op café. En op zo'n zatte avond, die lang geleden plaatsvond, horen we ineens sirenes en een politiehond. En mijn maat, die was blijkbaar bang van honden, want die gaf snel zijn rugzak aan mij en die ging lopen. Ja, blijkbaar was die politiehond zo blaffen, omdat er een halve kilo cocaïne in die rugzak stak. Maar mijn maat wist dat niet. Ah nee, die had gewoon zijn rugzak even uitgeleend aan een vriend of een kennis. En die was dat vergeten of zo. Ja, toegegeven, het ging allemaal heel snel en ik was al
voordat ik het wist, werd ik gevat. Allee, leg dat aan mijn lijf. Ja, en ze lachte wat. Lang verhaal kort, ik had bijna in een pak gezeten. Maar, mannetjes, dat is het verleden. Ik heb hier ook nog van alles. Iemand een hoegaarde. Of, wat ik ook kan aanraden, is een simpele Stella. Of voor iemand wil, dus misschien een tequila. Kom aan, mannetjes, eentje is geentje. Welkom bij de Dodo, ik ben blij dat je zijn langs gekomen. Zoek maar een tafel terwijl ik je dagje klaar maak. Wat mag het zijn voor jou vandaag? Ik stel ik alles even graag. Stel als shotjes, tequila, cocktails of een karmeliet. Enkel water is iets dat je een Dodo niet vaak ziet. Uiteindelijk ben ik na veel zeven voorwaardelijk vrijgeraakt. Ja, ik kreeg nog één laatste kans. En sindsdien gedraag ik mij dus als een voorbeeldig man. Ah ja, ik ben dan wel moeten stoppen met studeren. Ah ja, pas ik ook volkomen blut. En ik ben per abuus hier achter deze toog gestommeld. Allee, pas op, die stond dronken, hè. Al is dat ook al eens gebeurd. Nee, ik heb het hier wat opgeschommeld en ik ben met een schone lei opnieuw begonnen. En ik heb hier ook al heel veel goede vrienden gemaakt. Ah, voilà, de Frederik bijvoorbeeld, zeg het eens. Anthony, geef die jongens maar eens vol. Ja, wacht, zeg wel. Dat is dan, 9:40 alstublieft. Welkom, welkom, gasten. In mijn café is nooit een glas leeg, dus wat mag het zijn? Een pakko, een chito of een silent killer. Iets met Red Bull, een jubilair. Een hongerstille, een Bloody Mary puurtje. Nee, geen zin in vriendin. Ik heb ook gewoon pils voor ieder wat wils. Anthony, twee roesjes alsjeblieft. Ja. Nee, wacht. Anthony, Jenny, mag dat voor mij water zijn misschien? Ah oh, ja. Nee, Sam. Nee, Tony. Zo gaan we hier niet beginnen, hè. Twee roesjes. Jenny, je weet wat de afspraak was. Wat is het probleem, dames? Sam is met plooien. Oei, oei, oei. Zo niet is Sam. Kom. Kom aan, mannen en vrouwen, kom, kom mee, mag je vertrouwen. Luister nu allemaal naar vader die voor u wat wijsheid zal klaren. Vanavond gaan we schaap. Schaap? Lam, maar dan groter. Nee, vrij. Ik heb maar uw test en voor de rest de examens nader. Ik kan u echt niet gaan zuiveren. De dames zagen, wij gaan drinken. Klinkt tot de kruipen niet, zagen maar zuiveren. Wat is gezond verstand met een pint in elke hand? Wie zei er morgen nog nooit van haar gehoord? Dus maak je geen zorgen en gewoon iedereen aan boord. En het enige antwoord hier is een volmondige ja. Met over volmondige gesproken, waar is Manon? Manbouw, ik werd onderbroken. Alle remmen los? Schuif de zonverstand aan de kant. Want vanavond helpt dat toch. Niemand die voor ons moet zorgen zijn. Voor morgen zien we wel weer. Dat kan wel voor een keer. Een pintje meer, dat doet geen zeer skere bankrekening begeer. Alle bullshit uit ons hoofd wordt door alcohol verdoofd. Wat schaamte beroofd, legendarisch het beloofd. Alle remmen los, schiet die deadlines naar de maan. We gaan er tegenaan, tot we niet meer kunnen staan. Gegen zagen, gegen zaak, alles kan en alles mag. Heb zijn aan autoriteit. Leven jongt en leven wijd, geef die stemmen schort. Voor morgen gegen morgen, vanavond volle gas. Heb het van het glas en alle remmen los. Geen moeilijkheid ooit erkend. Alles is leuk en alles lukt, terwijl een groot deel vrij zegt. Ik ben het lelijke eentje tussen al mijn knappe maten. Niet mogen nu mee te muilen, nog net om mee te praten. Laat u net praten zijn dat mij niet zo goed lukt. En mijn lichaam kan dat niet meer aan, het wil alles eruit laten. Van spieren daar heb ik geen zeggen aan, tekst wordt niet onderdrukt. En dan kijken meisjes, meisjes geven aan en alles is waar opgefuckt. Waarom niet tot het nogal een vol? Alles begint met alcohol. Mama, geloof maar niet. Echt heel zwaar, ik kom hier in mijn bakken. Eerste, tweede en derde jaar. Maar deze jongens, ik heb nog af en toe een beetje mijn beste domme kus. Aan studiepunten heb ik geen gebrek, maar ik ben letterlijk volledig blut. Hey. Al weken staat mijn rekening volledig in het rood. Herkenbaar toch voor veel, ze bij mij van een draaienplaats gewond zijn. Dus hey. Maar ik moet wel kiezen tussen nu een pint of manje brood. Wat heb je nu aan het bol?
ben niemand dood, dus spring de toog op. Heb me in het hoofd, vanavond wil ik me groot voelen. Eigenlijk ben iemand moois stoeien. Dus hey barman, laat die drank vloeien, giet ons vol en we schreeuwen. Ja! Hey, dat is mijn ooit. Vanavond smijten we al onze zorgen, betogen en drinken er samen onder. Dus laat maar horen wat er op je lever ligt. Drank en overfeest is de enige plek. Dus laat maar horen, dan! Ik ben een morgen op Instagram! Ja. En online lijkt iedereen zo zekerder dan ik. De barman schenkt jullie glazen vol. We zijn een fucked up generatie, school! Laat ik u de zaken uit twee kukkelen kan te kruipen. Zeg vol je gast, niet zo flauw zijn, maar elke avond is fout. Wat de professor van mijn grootste buitenvak heeft op mij sowieso de piek. Door de cheap lasagne van de Aldi lijkt het of ik elke dag.
Leeft iedereen nog? Toch wel klein katertje. Ja, same. Wordt echt sterven in de les. Ah, jij gaat gaan? Echt waar, ik drink nooit meer. Oh, jij leeft nog! Maat, jij werd zo zat. Maat, serieus, ik weet echt niks meer. Wacht, ik zal uw herinneringen even opfrissen. Ah, stop. Oh, ik krijg weer mijn box of shame. Oh, heeft er iemand trouwens mijn gsm gezien? Ed Noah, is Sam al wakker? Ah, I don't know, die was toch bij Jenny? Nee, die ging toch bij u blijven slapen? Ed Sam? Jongens, no worries. Die was ook echt zat, die ligt gewoon ergens aan hun zuid slapen. Ja, bij wie? Check, ik vind net deze foto. Zeg maar, niemand heeft dus mijn gsm gezien. Ad Billy, als je echt zorgen maakt, kunt je Nicolas misschien eens bellen? Ja, zal ik doen. Oké, ik ga een poging doen om uit bed te geraken en eens kijken in de dode of daar iemand mijn gsm heeft gezien. Ja, ik ga wel mee. Ja, FOMO, die kom ook wel. Wij? Je moet je geen zorgen maken, er is niks gebeurd. Nee, Noah, je zegt dit tegen niemand. Niemand. Oké. Categorieën zoals bijvoorbeeld K3 liedjes of zo. En de eerste die niks meer weet, die moet drinken. Koalas! Koalas! Bijvoorbeeld Victoria Koala. Ja. Question Queen. Oef. Wat doet hij ook alweer? Ah, wel, iedereen die een vraag van u beantwoord moet drinken. Alles Sam, het is aan u. Ah ja, dat gaat Nicolas zijn. Ik loop alleen eventjes mee. Wat komt die hier doen? Moet je niet bij Superbia zitten? Frederik zijn heel gaan likken of zo? Ja, die komt mijn epipen brengen. Wist je trouwens dat 80% van de koalas chlamydia heeft? Ja, en dat percentage ligt nog veel hoger bij Superbia. Nice. Ja, dat had dus echt niet gehoeven, hè? Ik heb echt geen jaren meer een allergische reactie gehad. Ik weet het, maar uw ouders waren wat bezorgd en dan belde hij mijn ouders. Oh ja, je kent ze. Nou ja, bedankt. Ga je ook naar het feestje in de Dodo? Ja, met Superbia. Ik moet trouwens nog bij voordring van de Frederik zijn, dus... ik kan hier eigenlijk ook nog wel een pintje drinken. Ja, oké. Daar staat een drankje. Maar, Cara. Meen jullie dat nu? Wat kost dat? 20 cent per flesje of zo? Nee, kom. Dan zal ik de eigen middelen wel bovenhalen. Hier. Maar... Oké, Nico, het is aan jou. Circle of Death. Maar hoe spelen jullie dat nu? Die cirkel is toch verbroken? Ja, nee, kom. Drink maar allemaal. Drink maar. Hup. Zeg. Ah, bon. 7. Sam, dit is naar boven. Nee. Oh. Dames, ik had jullie niet zien zitten. Voor Karen, want dat is naast. Nee, ik was gewoon op zoek naar de wc. Oh my god, Dion. waren jullie ook nog van plan om naar de dodo te gaan? Nee, wij gingen gewoon door doen, toch? Ja, wij waren van plan om naar de dodo te gaan.
Want dat ziet er hier toch alles is veel leuker uit dan waar ik mee bezig was. En misschien duurt het ook langer. Ik zet mij erbij. Manon komt trouwens ook nog. Manon, Queen Bee. Moet die niet bij Frederik zitten? Hè? Ja, Frederik wou een avondje met de boys, hè, snap je? Allee, hoe meer zielen? Wacht, ik ga jullie even op mijn story zetten. Hè. En wat zijn we aan het spelen? Circle of Death, want het is echt maar een saaie bedoeling. Ik stel voor Never Have I Ever. Ik zal beginnen. Ik heb nog nooit van oprecht van een kara genoten. Nee, dat is geen goeie. Ik heb nog nooit een herexamen gehad. Allee, Billy, het is aan u. Nooit heb ik ooit seks gehad in het openbaar. Wat? Dat weet je niet waar. Hey, niet met elkaar. Het was een zatte avond. Vraag je maar niet naar. Op strand, het was in krokken met een mokken. Oké, we zijn er klaar. Maar hey, Noah, de kansen komen nog. Genoeg vis in de zee. Koala's in de zoo. Of wacht, met dat gezicht, met een beetje geluk, 2. Wacht maar. Nooit heb ik ooit zat in de les gezeten. Ah nee, wacht, was ik vergeten. Nooit ben ik ooit gaan skinny dippen. Nooit ben ik ooit voor een trio gevraagd. Nooit heb ik ooit mijn haar durven knippen. Nooit ben ik ooit niet voor een examen opgedaagd. Nooit in 20 jaar heb ik zoiets ooit gedaan, maar die kans is niet vergooid, want ik kan er nog voor gaan. Alles ligt nog open, grijp die kansen bij de hand. Het leven sprinten en niet lopen, nooit een huisje te belanden. Ga skinny dippen, voor een trio gevraagd. Mijn haar afknippen, niet voor een examen opgedaagd. Dit is onze tijd, liever nu dan later spijt. Hey Manon, het is Never Ever Ever, zet u erbij. Hey, nog nooit heb ik ooit met hetzelfde geslacht gekust. Dylan? Nee, dat was niet bewust. Verbaast me eigenlijk niet heel veel. Nee. Ik ben as straight as you can get. Zo is spaghetti. Until it's wet. Oké. Ik heb nog nooit de koala geaaid. Wat? Noah heeft een koala binnengedraaid. Nee, geaaid. Een koala genaaid? What the fuck? Nee, wat cool. Nog nooit heb ik ooit een one-night stand gehad. Ah, je moet drinken als ik dat wel heb gedaan. Jenny. Nog nooit heb ik ooit rock test volgedragen. Oh my god, gaan we ons daartoe verlagen? Nog nooit heb ik ooit in het douche geplast. Nog nooit was ooit mijn geheugen aangetast. Nog nooit heb ik ooit een diploma gehaald. Nog nooit heb ik ooit een bodyshot gedaan. Nog nooit heb ik ooit een professor betaald. Nog nooit ben ik ooit alleen op reis gegaan. Nooit in 20 jaar heb ik zoiets ooit gedaan. Maar de kans is niet vergooid, want ik kan er nog voor gaan. Alles is weer open, heb ik kans er ik kan er nog voor gaan. De lijven, de vruchten van de jeugd zijn zo moeilijk af te blijven. Het is toch zaligheid om beslissen om te drijven. Een blik in onze handen, maar niks er niet in neerschrijven. Nu zien ze allemaal dat we niet meer zo klein lijken. Vergelijken hoe we waren, niet meer zitten. Kijken we even naar de zon op onze punt van de horizon. Volwassen met een vragen ons waarom. Zo stom lachen ons kom, onze motieven zijn eenvoudig. We willen genieten, blijven eeuwig jong. Aan de top van het leven, geen reden om te beven. Geen reden om te nieten en we wagen elke sprong. Herinner dit moment. Als je later groot bent, de wereld onbekend, aan het wachten tot je haar verkent, en we weten het echt wel. Niks is echt op orde, en morgen is niet zonder zorgen, maar een kans meer jezelf te worden. Melig! Elke kans wordt ons gegund, ondervindt het aan de lijve. De vruchten van de jeugd zijn zo moeilijk af te blijven. De wereld onbekend. Ik in onze handen, maar niks doe ik niet schijf. Want ik kan maar zo blijven. Ik ben aan het eind. Wil ik niet zo zonder te blijven. Dus ik zou het niet zo zonder te zijn. Want ik in onze handen, maar niks doe ik niet schijf. Nee, nog nooit heb ik ooit geleefd.
gedaan. Maar die kans is niet vermoord, want ik kan er nog voor gaan. Gratis vat is over 10 minuten. Spijt. We zijn nog gesloten, hè? Nee, nee, we komen nog zijn de gsm zoeken. Ja. Maar het is hier nog niet opgekuist, hè? Hey, check Noah, uw spaghetti ligt daar. Oh. Anthony, heb jij gezien met wie Sam gisteren naar huis is gegaan? Sam? Goh, Billy, ik ken niet iedereen bij naam, sorry. Wacht. Ah, zij? Nee, ik heb er ook niet speciaal op gelet. Of zo. Het was ook zo druk gisteren. Nee, ja, het is oké. Billy, is dat degene van Sam? Ja. Zeg, wat was er nu eigenlijk allemaal aan de hand tussen jullie gisteren? Oké, Gays and Days. We gaan het een beetje rustiger aandoen met een nummer dat ik graag opdraag aan een very special someone. Dat is toch niet zo'n gek idee op zich? Hoe bedoel je? Ja, gewoon wat ik zeg. Hey Billy. Hey. Zit je set er al op? Ja, ik heb een half uurtje pauze. Heb je dorst? Nee, ik moet eigenlijk dringend naar de wc. Jij ook? Ja. Als jij een piraat zou zijn, zou je je papegaai dan op deze schouder willen of op deze? Weet je? Nicolaas? Ik denk dat hij zojuist heeft toegegeven. Die heeft een crush op mij. Tof. Wat? Nog een optie niet? Goeie cent, ouderscontent. Maar doe niet zo. Weten uw ouders het al van ons? Morgen, ik beloof het. Er zijn al veel morgens geweest, hè, Sam? Maar deze keer echt, ik heb het er straks met Jenny over gehad. Ik wil jou. Bewijs het. Hoe? Ik wil dat jij de hele avond zonder je bij haar rondloopt. Wat heeft dat er nu mee te maken? Niks, dat is gewoon grappig. Maar nee, stop. Daag, tjotjes! Maar allez, mospotten. Zeker. Iets van Girl in Red. Girl in Red? Oké. Okay. Ja? Ja, maar ik heb veel in de aanbieding, dus misschien ziet je iets anders dat u bevalt. Mm-hmm. What the fuck, Sam? Billy, wacht. Ik kan het uitleggen. Uh-huh. Oké, dus Jenny, alia, Dylan. Dylan werd gestoken door een wesp en jij werd het gif er aan het uitzagen. Maar doe niet zo. Doe niet zo. Oké. Okay. Als we zo beginnen, wat was er met die griet achter je DJ-set? Die griet is niet geëindigd met haar tong in mijn bakjes. En dat probeer ik je juist uit te leggen. Oké, dus Jenny, die had mij nodig en... Oh, Jenny had u nodig. Sam, wat de fuck, waar komt je nu mee af? Zo'n fucked up gedrag had ik van u niet verwacht. Als je bedriegt, maar er dan ook over liegt, vraag ik mij af.
maar zitten alsjeblieft. Leven, leven, ik hou je niet tegen, maar ik ben niet meer naïef. Maar Billy, kom aan, je moet dat verstaan. Het doet er niet meer toe. Ik ben niet zeven moe, ik ben niet meer naïef. Laat zitten alsjeblieft. Maar het was echt niet zo bedoeld, het was maar een mopje. Ha, ik leg mij kapot. Gast, het was echt niet zo bedoeld. Je hebt er wel een potje van gemaakt, hè? Gekkend, de pot op. Ik heb niemand nodig die met mij woede speelt. Een masker draagt en van mij vraagt niet meer mezelf te zijn. Ik heb niemand nodig die met mijn gevoelens speelt. Tegen mij ligt en mij bedicht en alles voor de schone schijn. Luister naar mij. Zegt je hebt geduld, maar daar merk ik weinig van. Morgen zit iedereen, ik ben voor nu. Morgen is te laat, ik wil nu. Wacht even op mij. Oh shit. Oké. Is dit het? Dit is het. Ik heb niemand nodig die dat je goed beschrijft. Als je het niet zo duidelijk, ik zei het als het lijkt. Sam, ik wil best durven in je leugen leven, dat doe ik wel voor jou. Maar liefje, wees eerlijk, even eerlijk, ben ik geen spel voor jou. Ben ik geen spel voor jou? Nee, echt niet. Maar zitten alsjeblieft. Leef je leven, ik hou je niet tegen. Ik ben niet meer naïef. Ik ben niet meer uw lief. Ik heb iemand nodig die mij nergens toe dwingt. Ik wil meer tijd, maar raak hem kwijt, want alles gaat te traag. Ik heb iemand nodig die mij wat ruimte geeft. Naar mij luistert, zachtjes fluistert, hey, ik zie u graag. Geef me alsjeblieft nog wat tijd, ik ben nog niet klaar. Mijn verhaal zelf te schrijven, mijn leven koers te geven. Luister naar mij, ooit sta ik daar met jou. Ik heb iets stoms gedaan. I know. Maar weet je, koalas zijn ook niet altijd monogaam. Ik wil zuipen. Ik weet niet of dan... Kan ik bij jou blijven slapen? Ja, maar wat is er gebeurd? Ik dacht, die gaat bij Noah blijven slapen en alles komt wel goed. Ja, sorry, ik weet gewoon niks meer. Nee, het is oké. Ja, ik heb die daarna ook niet veel meer gezien. Maar die komt wel terecht, hè?
pakt Nicolas al op. Ik zal nog eens bellen. Hallo, met Nicolas Wit. Hey, het is Billy. Sam met u? Sam? Nee, die heb ik niet gezien. Allee, niet sinds gisteravond in ieder geval. En heb jij gezien met wie dat die gisteren naar huis is gegaan? Nee, sorry, Billy. Dat heb ik niet gezien. Ja, als ik iets van haar hoor, dan laat ik u iets weten. Oké, okay, tada. Wie was dat? Billy. Naar het schijnt is Sam nog niet terecht. Die haar ouders hebben mij ook al 3 keer gebeld. Hè. Ik weet wel niet wat ik moet doen, hoor. Ah, Nico, man, die is 20 jaar. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Ja, wat is er eigenlijk nog? Ga je naar de les? Ja, ik was dat wel van plan, ja. En je maakt notities? Ja, sure. Ideaal. Zie mij niet meer graag. Tuurlijk wel. Gaat het om dat meisje van gisteren? Welk meisje? Ja, dit weer. Ja, het zag er in ieder geval heel gezellig uit. Mm. En waar was jij heel de nacht? In mijn bed. Mm. Alleen. Wat denkt je? Ja, ik weet het niet, hoor. Kijk, ik wou heel graag bij u slapen, maar jij gaf mij het gevoel dat ik overbodig was. Ah, non. Het moet leuk zijn een lief te hebben dat jou wat aandacht geeft. Enkel aan mij en openbaar en niet aan elke griet. Het moet leuk zijn een lief te hebben dat koestert wat hij heeft. En niet flimt met alles, met een hartslag dat hij ziet. Ben ik genoeg? Oh, Frederiks hagebaard, ben ik genoeg? Of lach je vrienden me uit? Knagend gevoel. Ben ik nodig voor jou? Ben ik overbodig voor jou? Ben ik genoeg? Ben ik genoeg? Dat brein van jou, zo fijn van jou, zo snappy. Hoezo ontrouw, nog geen berouw, you happy? Verstop maar gauw, die grijns van jou, zo nasty. Ben jij de vrouw waarvan ik hou, what happened? Wie ben jij die mij hier op het matje roept? Ben ik dan net weer niet goed genoeg? Je zacht zo bitterzoet, je denkt oprecht aan me dat iets doet. Hoe haal je het in je hoofd? Ik heb je altijd dat beloofd. Ik was je alleen en dat geef ik toe. Zet nu maar neer en wat je toe. Geen leugens meer, wat een gedoe. Al die zever, zo spuggel, ben ik altijd in zo'n trash shit. Je zit meer in met je lipstick dan hoe het hier met mij zit. Zeg, ben je nu verdikt? Ja, die kilo's zijn wat ik verdik. Maar weet ik eens iets waarop je mikt. Dat brein van jou, zo fijn van jou. Want ik zal er altijd zijn voor jou. Samen met die lijn van jou, ben jij het van wie ik hou. Leuk zijn en lief te hebben, dat heel graag ziet. Het moet leuk zijn te weten dat iemand van je houdt. Iemand die niet para wordt en elkaar in seconde verliet. Maar wat ik wil en nooit krijg is iemand die mij vertrouwt. Vertrouw je mij, geen reden tot paniek. Vertrouw je mij, laat zien dat je me graag ziet. Je geeft me het gevoel dat ik slecht ben voor jou, terwijl ik enkel echt ben bij jou. Vertrouw je mij, vertrouw je mij. Jij bent mijn prins, maar ik ben een van de velen. Hoe ben ik een prinses als ik met 100 man moet delen? Ik ben niet beter, ziet wel, het meisje wil je stelen. Ik doe het op mijn best, krijg zoveel stress. Als ik kijk naar al de rest, weet ik zeker dat je ooit gaat vervelen. Wordt je omringd door zielen, dan voel ik mij de zin. En ik snap wel dat je je aandacht wil verdelen. Ben ik nooit weer voor Frederik's droom, prinses. Vraag ik te veel, Frederik? Wie ben ik? Jouw meisje of een chick? Frederik, vraag ik te veel? Ben ik wat jij wil? Frederik, bij elke blik lijkt het of ik je verstik. Frederik, is dit wat jij wil? Met je voor, als ik fluister. We komen samen door, ik ben een prins voor jou. Ik doe alles sinds mijn best, vertrouw me. Ik heb geen oog voor al de rest.
Prinsesje, luister. Ik heb het beste met je voor als ik fluister. We komen er samen door, ik ben een prins voor jou. Of doe alles sinds mijn best en vertrouw me. Ik heb geen oog voor al de rest. Het zou leuk moeten zijn, maar ik ben een monster in jouw hoofd. In dat brein van jou, zo fijn van jou, laat mij even bekomen. Het zou leuk moeten zijn als mijn ongedag gelooft. Maar voor nu ik beloof, zie ik al jou in mijn dromen. Enkel jou. Papa, ik zal die hockeytraining dan vanavond wel inhalen. Ja, papa. Nee. Ja, papa, ik zal ze bellen vanaf dat ik iets weet, maar... Papa, papa. Papa, ik moet echt terug naar de aula. Ze gaan terug beginnen. Ja. Ja, oké. Dag, papa. Ja, ik denk dat ik toch nog een avondje op kot ga blijven slapen, papa. Nico, je weet dat je morgenochtend hockeytraining hebt, hè? Ik denk echt niet dat het slim is om het nu laten maken. Nee, ik weet het, maar kijk, Frederik heeft me vanavond gevraagd of ik volgend jaar prezes wil worden van Superbia. En ik moet dat gewoon even tijd... Nico, dat is keigoed nieuws. Allee, zo vader, zo zo. Ja, ik weet wel niet of ik dat ga doen, hè, papa. Ja, allee, Nico, meet je dat nu? Dat staat supergoed op je cv. In onze branche kan dat echt doorslaggevend zijn. Je moet dat doen. Alleen punten gaan voor natuurlijk, maar je gaat dat wel kunnen combineren. Dat is al iets waarvoor je je zorgen maakt. Mama en ik, wij zullen je wel helpen waar we kunnen. Papa, ik weet gewoon niet of dat iets voor mij is. En om heel eerlijk te zijn, handelsingenieur, wie is dan ook voor? We zitten hier bij Monique en Filip. En die zijn ook heel blij voor u. Maar ik vraag of je Sam even kunt doorgeven. Sam, die zit binnen bij haar vrienden. Moet ik die echt gaan halen? Ja, nee, laat hem maar doen. Ga jullie maar amuseren, zeg. Zeg, hoe zit dat nu eigenlijk tussen jullie? Papa, we hebben niks, hè? Ja, jullie hebben toch geschiedenis, hè? Wij waren mekaars valentijntjes in het tweede leerjaar en dat was enkel omdat dat moest van jullie. Zeg. Ga die maar amuseren, hè? Ga dan maar één biertje met de Frederik drinken om te vieren. Ja, dag papa. Dag. Ik ben trots op u, hè, jongen. Elke dag opnieuw doe ik wat van mij wordt verwacht. Het beste is voor mij bepaald, mijn route is al uitgedacht. Als ik zo blijf volhouden, ben ik het die als laatste lacht. Elke dag opnieuw gaat dat door tot in de nacht. Hey kleine Nico, het is je eerste dag vandaag. Je hebt een mama en een papa en die zien je zo graag. Ze doen zo hun best in prachtig leven te geven. Zorg je maar dat jou je dromen waar maakt. Mama, papa, goud, een kind van goud. Ik doe mijn best, beter dan de rest, perfect te zijn voor jou. Goud, een kind van goud. Ik zal blijven streven naar een leven van goud.
beste met je voor. We gaven je een warm mist. Doe je maar gewoon je beste om te bereiken van Mount Everest. Hey kleine, ik word groot, een mensenleven komt eraan. Mama en papa zullen aan de zijlijn staan. We gaven je alle kansen, je hebt de juiste kaarten in de hand. Zorg maar dat je niet naast Everest strandt. Zorg maar dat je niet naast Everest strandt. Goud en kind van goud. Ik doe mijn best, beter dan de rest, perfect te zijn voor jou. Goud en kind van goud. Ik zal blijven streven naar een leven van goud. Elke dag opnieuw doe ik wat van mij wordt verwacht. Het beste is voor mij bepaald, mijn route is al uitgedacht. Als ik zo blijf volhouden, ben ik het die als laatst lacht. Elke dag opnieuw gaat dat door tot in de nacht. Ik zou zo graag eens fouten maken, mijn reputatie voor even niet bewaken. Het gouden gedrag voor even staken, gewoon de pedalen even kwijtgeraken. Maar ik ben een gouden marionet, in het decor van een sprookje vastgezet. De draadjes aan mijn ledematen trekken al strak, maar lekker los voor het publiek. Eerder een gemak, het is verwarrend. Ik zeg wel dat alles toch open ligt, hè? Grijp je kansen bij de handen. Elke kans wordt ons gegund, ondervind het aan de lijve. Een pik in onze handen, maar niks definitief neerschrijven. Niet om de listen ronddrijven en zo. Het voelt gewoon niet zo. Ik heb de juiste kaart getrokken om het potje te winnen. Mijn tactiek vooraf bepaald. Als ik het kaartspel niet win, dan ligt dat niet aan mijn kaarten, maar aan mij. Och jongen, het zit in je bloed. Alles komt goed. Mijn leven is al goud gemaakt, voor mij ingevuld. Maar misschien ben ik enkel omhulsel. Niet goud, maar verguld. Er is vastgelegd wie ik ben. Maar soms voel ik mij leeg, alsof ik die Nico niet ken. Hem gewoon ben omdat ik het zo gewoon ben. Een perfect ornament. Ik leef, maar ik weet niet waarvoor. En ik loop een beetje leeg, maar ik weet niet waardoor. Sam. Klinkt diep. Ja. Ouders. Ja, jij kent dat wel. Wees de beste van de klas. Dat is wat telt. Zie gelijk een held. Op het hockeyveld. Nee, meneer. Ja, mevrouw. Dank u vriendelijk en tot gauw. Kom, kind, sla nu toch geen kemel. We willen geschieden op aarde als in de hemel. Niet leven, maar streven naar het ideale leven. Mag ik even? Nee. Niet opgeven, perfectie evenaren. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Goud, een kind van goud. Ik doe mijn best, beter dan de rest, perfect te zijn voor jou. Goud, een kind van goud. Ik zal blijven streven naar een leven van goud. Ja, het is niet altijd makkelijk, hè? Nee. Weet je, soms is het gewoon moeilijk om een cis, hetero man, wit en rijk te zijn. Je hebt dat niet net echt gezegd, hè? Nee. Je gaat mij doodbliksemen als ik dat niet terugneem, zeker? Denk ik zeker niet alleen. Ik bedoel gewoon... Ik zou af en toe gewoon eens niet in dat plaatje hoeven passen. Iets onverwachts uitproberen. Buiten de lijntjes kleuren, weet je? Ja. Ja, jij snapt dat wel. Eigenlijk zijn wij de perfecte mensen. Monique en Philippe zijn het daar zeker mee eens. Oh, Luc en Christine anders ook wel. Op zich is dat toch niet zo'n gek idee? Hoe bedoel je? Ja, gewoon wat ik zeg. Hey Billy, zit je set er al op? Maar je hebt die daarna niet meer gezien, of wat? Sorry, ik weet gewoon niks meer. Maar ik heb jullie samen naar binnen zien gaan. Ja, maar er komen wel vlammen terug, maar het is en gewoon Jenny, wat. En Jenny, jij ook niet. Je zit haar beste vriendin en je hebt die de hele avond niet gezien. Billy. Sorry. Hey. Ja, ik voel me gewoon echt keischuldig. Hey, jij kon daar niks aan doen. Allee, Anthony, kom.
3 shotjes. Nu? Ja, maar het is nog maar... 8 o'clock somewhere. Kijk, het was een stomme ruzie. Jullie hadden allebei gedronken. Ja, maar wat als er niet was gebeurd? Jongens, we waren gewoon allemaal een beetje zatjes. Wij zijn studenten, hè? En studenten die zijn nu eenmaal af en toe een beetje zatjes. Hoe is het, Sam? Wat is er allemaal aan de hand? Het is gewoon echt even veel met Billy en zo. Maar die tijd, Sam. Gewoon een beetje meer lachen. Een beetje meer dansen. Een beetje meer leven. En veel meer drinken. Nee, ik weet niet of ik het meer wil hebben. Geen speelspot zijn, Sammeke. Gewoon genieten van de avond. Samen met mij. Ja, eigenlijk, nu ik er zo bij nadenk, heeft ze misschien wel met mij proberen te praten?
Maar ik heb dat gewoon los genegeerd, denk ik. Gerard ook zat, hè? Ja. Maar is dat een excuus? Hey, zeg, kom eens alle twee hier. Sabiet wandelt hier gewoon weer binnen. Je geeft elkaar een dikke knuffel en alles is toch weer goed. Toch? Ja, toch? Hey. Ja, sorry, maar ik hoorde dat jullie een beetje inzaten over Sam. Ja, ah wel, en ik dacht, gisteren op het feest hebben ze mij gevraagd om de foto's te trekken. Ja, dat is ook al een beetje logisch met mijn talent en zo. Hashtag influencer love. Anyway, ik dacht, anders kunnen we samen door de foto's gaan van gisteren. Misschien dat dat herinneringen ophaalt of zo. Ja? Nee? Ja? Ja? Ja. Wacht. Oh, dank u. Eén ding is zeker, die heeft een enorme kater. Hey. Hey. Ja, ik was hier in de buurt, dus ik dacht ik spring even binnen om te horen of ze al iets van Sam hebben gehoord. Nope. Ja, in ieder geval, haar ouders hebben de politie gecontacteerd. Wat, de politie? Ja, die gaan een opsporingsbericht lanceren. Is dat niet wat drastisch? Ik weet niet, hè? Weet jij wie haar ouders zijn? Jongens, dit is niet goed. Waarom niet? Zo'n hele mediacircus. En ze biedt wallet die toch gewoon weer binnen. Toch? Ja, toch? Oh my god, guys. Deze vibes. Doe normaal, dat komt echt wel goed, hè? Oei. Geen zorgen, ik ben er. Ben je zeker dat de zon morgen ook zal schijnen? Ook al zal die straks aan de horizon verdwijnen. Maar niemand stelt de zon in vraag. Na geen enkele stormvlaag, sluit je ogen. We vinden haar vandaag. Dank u! Oh my god, heb jij dat gefilmd? Toon! Oh, girl! Zeker dat de zon morgen ook zal schijnen, ook al zal die straks aan de horizon verdwijnen. Maar niemand stelt de zon in vraag, na geen enkele stormvlaag. Sluit je ogen, we vinden haar vandaag. Ben je zeker dat de zon morgen ook zal schijnen? Is gesust. Ook al ik verlies geduld. Het borrelt in mijn binnenbuiten wordt wel gebruld. Er is toch nog mijn schuld. Maar niemand staat zo zeker van. Zeg maar, waar is ze dan? Sluit je ogen, we vinden haar vandaag.
rust. Ga niet op twee horen slapen tot de brandjes zijn geblust. Mijn geweten is gesust. Ik verlies geduld. Het borrelt hier van binnen, buiten wordt brand gebruld. Het is zo nog mijn schuld. Ben je daar zo zeker van? Zeg me op, waar is ze dan? Sluit je ogen, we vinden haar vandaag. Hey, liefste vogeltjes. Vandaag is niet zo'n vrolijke dag. We zijn dus gisteren uit geweest met onze beste vriendin Sam. En nu is die plots verdwenen, Fuji. En ze is niet meer te bereiken. En we hebben ook al naar de politie gebeld, maar die zeggen dat ze niet veel kunnen doen. Ja, maar misschien kunnen jullie wel iets doen. Dus gisteren op het feest hadden ze mij gevraagd om de foto's te trekken. Ja, dat is ook logisch met mijn talent en zo. Dat is echt een eer. Maar dus ik dacht, ik zal die anders met jullie delen, want dat zijn de meest recente foto's van Sam. En ja, misschien... Ja, dus als jullie iets horen of zien, gelieve ons dan te contacteren. Of de politie, maar die kunnen niet veel doen. Wij wel, dus slide in onze DM's. Want ja, Sam... Mm-hmm. Is echt een heel lief meisje. Mm-hmm. En onschuldig. Mm-hmm. En onze beste vriendin. Mm-hmm. En ze zou geen vlieg kwaad doen. Nee, echt geen enkele vlieg. Mm-hmm. Okay. Karen's out! Getuigen, gelieve iets van jullie te laten horen. We gebruiken alle ogen, alle oren. Dit meisje gaat niet verloren. Wij steken het licht aan, jij krijgt het eerste woord. Spreken is zilver, zwijgen is moord. Er wordt een meisje gezocht, ze werd zingend, zoenend, zoekend gezien. Ze zag er zo uit en zong er zo. In een dodo, denk ik. Ja, ik was daar gevraagd om foto's te trekken. Ik doe dat wel vaker, you know. Hashtag InfluencerLife. Ja, maar ik heb ze meegenomen, hè. Ik zal ze ook doorsturen. Jullie mogen ze houden. Alles om Sam te redden. Ah, Sam. Ja, die was aan het dansen, denk ik. Zich alleszins aan het amuseren. Very special someone. Ja, dat is super zot eigenlijk. Deze zomer hebben Nicole en ik hetzelfde boek van Virginia Woolf gelezen. Dat is toch zo'n idee nog niet? En ja, gewoon, we hebben daar vorige week samen de verfilming van gezien. En we vonden het dat Sam heel hard op die actrice lijkt. Ja, we vinden het echt wel interessant. Zo feministische Engelse literatuur. Oh my, oh nee, dat is geen goede foto van mij. Amai. Ik weet niet hoe dat dat komt. Wat weet je over deze jongen? Ja, Dylan is wel speciaal. Hé hey daar, mooi studentje. Nee, één momentje. Wanneer ken je? Je komt hier wel vaker, hè? Anders zullen we je thuis ook wel eens vaker laten komen. Boeja! Wat een fuck, gast. Oeh, amai, jij stinkt. Samen douchen, andere maar zonder hoesje. Niet in het... Ja, damn, girl. Ik weet niet zo goed. U heeft Sam niet gezien op het feest. Jawel, maar ik weet gewoon niet zoveel meer. Zo verleid om beslist te drijven, ze schrijven neer wat werkelijkheid is. Er werd afgevuurd van stroom, bepaalde duur in een vijf uur, wat eigen zekerheid is. Dat is Noah.
weet het niet. Weet je, dat is echt een goeie jongen. Als wij alleen zijn, kan die zo lief zijn. Maar als die bij die jongens is, gewoon echt niet meer terug naar binnen. Dat vind ik... Wacht. Je mag een jas hebben. Hier. Peter? Wat doet u juist met de speciale op deze foto dat je dat niet zo wil uitmaken? Oei. Shade. Dat betekent niet zoveel. Shotjes, gaan we nu twee minuten op podcast, alsjeblieft. Anthony, oei. Zet maar op mijn rekening. Maar dames, voor wat hoort, wat heen natuurlijk. Stoppen en droppen, laten slikken, laten stikken, bekken en vertrekken, wippen en skip. Sam? Ja, dat was wel raar. Ja, we hebben wel een tijdje buiten gezeten en daarna is hij met Sam terug naar binnen gegaan. Met Sam? Ja. En heeft u hier dat avond samen gezien? Ja, toch wel. Sam was wel niet zo goed geloof ik. Die heet Noah, denk ik. Ja, die stond met mijn vriendin buiten te praten. En de jongens waren elkaar wat aan het opstoken. U kent dat wel, zeer onschuldig. Dus ik heb hem uitgedaagd voor een challenge. Goh, ik heb er eigenlijk niet op gelet. Er wordt een meisje gezocht, ze werd zingen, zoenen, zoeken, zien. Ze zag er zo uit, zat en zong er zo uit. Ze ziet er zo uit, zonder gewonnen, want zorgen. We zingen zij ons, maar zij ging zijn ons. Er wordt een meisje gezocht, ze werd zingen, zoenen, zoeken, zien. Ze zag er zo Waar was jij toen, Noah?
zei je dat je wegging. Nodig je vaker mensen uit? Had Sam veel gedronken. Waar was jij toen, Noah? Toen zei je dat je wegging. Nodig je vaker mensen uit? Had Sam veel gedronken. Waar was jij toen, Noah? Toen zei je dat je wegging. Nodig je vaker mensen uit? Had Sam veel gedronken. Waar was jij? Toen zei je nodig. Had. 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 U niet. Huh? Wacht. Hey, ik kom terug. Wat bedoelen jullie? Van onze beste vriendin Sam. Ja, en ik moet toegeven, het is echt zwaar geweest. Oh, ja, oh my god, zwaar. Wij zijn zelfs ondervraagd geweest door de politie. Dat was zo eng. Maar gelukkig heb ik hem mijn foto's kunnen geven, want ja, die hadden dat gevraagd. En ze hebben gezegd dat dat onderzoek al keiveel heeft verder geholpen. Mijn foto's! Ja, ja. En ze hebben al getuigen, of moet ik zeggen verdachten, maar ik weet niet of ik zijn naam mag zeggen in kader van het onderzoek. We have Noah. Tia! Karen's out! Koala's out! Er wordt een meisje gezocht, ze werd zingend, zoenend, zoekend gezien. Ze zag er zo uit en zong er zo luid. Ik stel voor dat we het vandaag voor bekeken houden. Nog een afsluitertje in de dodo. Jij meent dat of wat? Ah, ja, alles wat ik wil zeggen is, we laten de politie hun werk doen. Hé, dat zij ze aan het doen. Er is een verdachte opgepakt. Ja, Noah. Ja, Noah. Billy, kom terug. Ik zie je graag. En het was echt niet mijn bedoeling. En Dylan is een stomme aap en geen schattige aap. En jij... Ik ben echt de mooiste persoon die ik ooit al heb gezien en ik ga dat morgen echt aan mijn ouders vertellen en ik ga het met je goed maken en ik kan het op veel manieren goed maken, hè? Wat je wil, Sam, wat zou je gaan doen? Maar nee, Billy moet terugkomen, ik moet sorry zeggen. Nee, die gaat dat morgen oplossen en je hebt nu die gsm gewoon hier. Maar jawel, nee, zwaai is dat niet doen. Nee. Maar nee, stop! Sam, maar, Sam! Wacht, kijk, Sam. Ah, ik ben naar mijn vader! Sam. Ik begrijp het niet. Iedereen heeft die vast gehad.
Waarom houden jullie mij vast? Dat kan niet. Dat kan echt niet. Ik ben mijn gsm kwijt. Dus kijk, dat het voor ons heel graag overkomt. Gaat verkeerd, zegt je dat ik een monster ben. Ik hou mijn mond, ik hou mijn mond. Als schaatsenrijders blijven jullie drijven aan de oppervlakte uitgemaakt uit een haatbank wat er in het blauwe diepe schuil gaat en welke balde op zijn nuance negeert. Telkens dan hakkelijk, dan wordt het weer al makkelijk de link te leggen naar gevaarlijk en achter mijn brak op de geordend mij te interneren, deporteren en kortom met mij te diaboliseren. Ik ben gewoon fucking moe van dat gedoe. Ik probeer keer op keer, maar ik weet niet hoe ik het synchroniseer zoals jullie moeiteloos doen. Vloeiend, maar dan wordt voor die fluw als we de eeuwigheid drijven. Naar de bodem kijken wij eigenlijk. Ik ben liever een achterlijke maniak dan een laffe schaatsenrijder. Ik hou mijn mond. Elke letterrip gaat verkeerd. Zegt je dat ik een monster ben. Ik hou mijn mond. Monster. Ik ben niet meer 100% onschuldig. Ik ga aan het zwart gaan en drank ten onder. Maar ik ben een goede vent, wees geduldig. En Tourette maakt mij geen monster. Kijk, ik zou gewoon dat het weggaat. Vermijd dat mijn lichaam zijn eigen gang gaat. De schaamte, ongemak, de blikken op straat, de pijn, verwijten, voordelen, haat. En dan haat ik ook mezelf maar. Of iets oncontroleerbaar, onvoorspelbaar. Mijn zenuwen die zenden maar onbezonde boodschappen naar Chinese ontvangers. Mijn omgeving bevangen door de maniak die ik blijkbaar ben. Door de ik die ik soms zelf niet ken. Maar ik snap dat ik een eng zijn. Onbekend terrein, dieper dalen dan de zomerzon. Rode bootjes, lila luchtmatras die je plots laten brassen. Door het tipje van de ijsberg snel wegdrijven. Niet denken aan blijven. U weet welke wetens die we alle vrezen. Niks te verweten die we willen vergeten. De ongekende oceaan nog herbergt. Niet stilstaan, verander je koers. Want als het gevaar uit zicht is, betekent dat een schurk gezwicht is. En daarom blijven we waar het liggen is. Richting het horizon gaan en onderaan. Houdt de bodem bijna met bestaan. Maar anders dan jullie, ben ik niet bang voor de bodem. Nee, ik ben geen expert. Maar ik woon er en ik leer er. En ik hoop er mij ooit thuis te voelen. Te tonen wat ik bedoel als ik zeg dat de oceaan prachtig is. Niet mysterieus, onkenbaar of almachtig is. De ijsberg niet zo grillig is, ter het erg en niet gewillig is. En dat ik non-doodstillig, ja, dat is raar. Maar dat het meer dan brandbaar, licht ontvlambaar is en in geen geval een gevaar is. Koalas worden vaak onrecht als beren beschouwd. Maar dat zijn geen buideldieren, die lijken gewoon op beren. Ik wou vroeger een koala zijn, niet om bamboe te eten en aan bomen te knuffelen, dat ook wel. Maar iedereen vindt u gewoon onschuldig, door schattigheid onschadelijk gemaakt. 20 uur per dag slapen, ontspannen spieren, rust. Geen aandacht voor kabaal, controle over je eigen verhaal. Zonder nood aan taal en gewoon kunnen dromen. Terwijl atomen eindelijk in de maat stromen. En koala's worden maar 20 jaar maximaal. Ik wou ook niet nadenken over wat er na zou komen. Ik hou mijn mond. Monster. Elke letterhip gaat verkeerd. Zegt je dat ik een monster ben. Ik hou mijn mond. Monster. Ik hou mijn mond. Monster. Ja, Noah. Monster. Wij van ons verwachten. Nou, zoeken we maar een wachten. Dan kunnen we samen onze krachten. Terwijl iedereen wel weet waarop we wachten. Hoezo, wat bedoelt je daarmee? Heb je eerst al geopend? Geloof jij dat? Nou, wacht toch niet? Er heerst een klopjacht. Boost, dat ik ook dacht. Maar wacht, hij nu het zegt. Altijd al een buitenbeetje geweest. Een beetje met deze speciale geest. Misschien een wolven schapenvak. Ergens kunnen verwachten niet. Hij kent zijn eigen krachten niet. We kunnen wachten wat we willen. We kunnen trachten wat we willen. Maar ik wil mijn leven niet verspillen. Als de uitkomst toch niet gaat verschillen. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Dat is waar Noah zich nu ook aan valt. Misschien vinden we ze morgen en misschien ook nooit. En dat weten we pas wanneer Noah vlooit. Hij heeft er zo'n kracht, heel de dag terwijl hij lacht. What the fuck, Basiel?
Dat klinkt misschien bruut, maar kun je in eer en geweten, nadat je al die comments hebt gelezen, zeggen dat er niets van Noah in herkent. Zijn onschuld volhouden met 100%. Maar menen jullie dat of wat? Kijk, heb je je gsm al eens opengedaan? Zolang Noah niet plooit, is er weinig dat wij kunnen doen. Sorry, maar ze hebben echt wel een gegronde reden om Noah vast te houden. Ik weet niet hoor. Ah shit, is dat? Mag ik eens zien? Ja, kijk maar. Oh my god! What the fuck, Billy? Des te sneller, des te beter een status geschreven over het omgooien van je leven. Concreter en completer hoeveel het u boeit, dan zekerheid u vermoeit. Noah gaat u boeien. Nee, van hem nooit gedacht. Maar wacht, nu het zegt, altijd al bij de buitenbeentje geweest, beetje bij deze speciale geest, misschien een wapenschappen, wacht, ergens kunnen verwachten. Nee, hij kent zijn eigen krachten niet. En zonder dat het boeit, gaat Noah geboeid. Doen alsof je neus bloeit, online ontkennen dat er binnenin iets broeit. En ergste van al, het lijkt alsof jullie die bullshit echt geloven. Alsof jullie het zagen met je eigen ogen, eigen oren, online of in real life. De tegenstemmen zijn vervlogen, de stilte is oorverdovend. Kunnen wij een avond reproduceren door als een papegaai van mens naar scherm te kopiëren, want we zijn dag en nacht verbonden met elkaars abstracties. Like, volgers, deelacties, met een enkel letter max in een taxi naar het overzicht van de hele galaxie. Onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk, maar eigenlijk een fractie. En uiteindelijk vergeten we onze derde dimensie en scrollen we door het leven zonder dat we een mens zien. We worden fictie. En ik zie geen onderscheid met de realiteit. Je kan een acteur niks hier verwijten voor het leven dat hij op een scherm leidt. Wij kunnen acteurs lijken en geen ik zien wanneer we lijken gaan in non-fictie. Het probleem met onze generatie. We hebben van jongs af aan via Google Earth kunnen leren ons 80-jarig bestaan te relativeren. Wij kunnen geen wereldschokkende dingen manifesteren. Wat maakt het dan nog uit als je het verknalt? We zijn een vingerknip in een oneindig heelal. Een zandkorrel in een ellenlange wegtrein. Dus cynisch lachen wij. We zijn er niet voor een lange, maar een goede tijd. Sam is verdwenen, dat is Noah zijn schuld. Who cares? Maar jullie waren daar allemaal bij. We hebben Sam en Meester op uw los gevonden. Gaan jullie dat verklaren? Ik begrijp het echt niet. Echt niet. Ik herhaal, kun je in eer en geweten dat je al die comments hebt gelezen, zeggen dat je er niets van Noah herkent, zijn onschuld volhouden met 100%. Als schaatsrijders blijven jullie drijven aan de oppervlakte uitgemakken en een haatbang veranderen in touwen die ons gaan gaan als je valt om ze de nuance negeren. Zo lam als een hoer en iedereen ziet het, maar niemand zegt er iets van. What the fuck, Billy? Hey, niet ons probleem. Maar... Wat? Niet ons probleem. Heb je gezien hoe dat hij erbij loopt? Nico, bakkes. Misschien gewoon niet uw probleem, hè? Ik heb het gevoel dat we allemaal wel nog een pintje kunnen gebruiken om een beetje af te koelen. Kom, naar de dodo. Basiel, ik zie jou daar wel. Ik wil best even jullie wat uitleg geven. Een gedachte die ik overhoud. Dan laten jullie mij gaan. Maar daar heeft Sam niks aan. Mano, ik hou mijn mond voor jou.
Ik hou mijn mond. Zeg, wat is er, liefje? Je kent die Sam toch niet zo goed? Noah wel. Je dacht misschien dat hij hem kende, maar we weten allemaal dat hij... Nee, ik ken hem en ik denk echt dat hij er niks mee te maken heeft. Mensen kunnen verrassen, stille waters, diepe gronden. Ik weet dat hij er niks mee te maken heeft. Hoezo? Oh, Frederik. Oh, Manon. Kijk, er is iets dat ik u moet vertellen. Oké. Dinsdag. Ik heb niet in mijn eigen bed geslapen. Zeg, Noah, was het zeker, hè? Wie stond jij daar straks buiten? Mijn mama! Sorry. Hé, hey, dat is niets. Hier, neem een pintje. Is van mij. Kom, toon zo snel je kunt atten. Ik kan dat namelijk sneller dan je dat voem hebt gezegd. Ça va? Ja, ja. Sorry. Jij moet daar toch geen sorry voor zeggen? Dat kan zo'n lieve jongen zijn. Ja, als hij niet bij zijn vrienden is, je hebt al gezegd. Je weet dat je dat liever verdient, hè? Wilt je mij gewoon eens vastpakken? Ik wil naar huis. Ah, ga dat. Komt je mee? Nee. Ik heb iets nieuws aan. Al de rest was te klein, zeker. Oei, Noah. Ja, kom, ik draag je wel naar huis. Okay. Nee, kom, ik zal dat wel doen. Ik ging toch met hem mee. Nee, ik zorg wel voor hem. Maar ik blijf bij hem slapen. Ik denk best dat er iemand bij hem blijft dat wel nuchterder is dan jij. Hè? Ja. Voor het geval dat. En daarbij heeft maar plaats voor één extra. En wat moet ik dan doen? Kijk, daar binnen, er is daar 100 man die je kan helpen. Mag ik dan op zijn minst mijn gsm terug? Ja. Oh, waar is haar gsm? Ach, ja. Kom. Huh? Oké. Okay. Kijk, ik ben op dit punt niet eens zeker of ik wel Sam haar gsm heb teruggegeven en niet die van Noah zelf. En ik ben wel zeker dat Noah de hele nacht bij mij is geweest. Mano. Please, Free. Wat wil je doen dat ik zeg? Kijk, ik zie u dood graag en het spijt mij echt en ik had gedronken. Oké. Hey, nee, het is oké. Okay. Ik wou je niet slecht doen, voelen. Ik heb voor jou gekozen, toch? Ja, maar. Ja, laat dat gewoon niet nog eens gebeuren. Hé, hey, zand erover. Echt? Ik ga dan wel straks naar de politie gaan, want ik had dat al veel eerder moeten doen. Is dat wel zo'n goed idee? Ja, hoezo? Noah die zit daar onterecht vast en dat helpt Sam toch ook totaal niet? Ja, oké, maar als dat verhaal buiten komt, jouw reputatie. Je wilt toch niet dat de mensen denken dat je mij bedrogen hebt? Het maakt mij toch enkel uit wat dat jij denkt? Ja, oké, maar je weet hoe brut ze kunnen zijn. En ze gaan jou van alles noemen. Ja, maar Noah... Kijk, ik wil niet samen zijn met een vuile slet. Dat u heel graag ziet. Het moet leuk zijn te weten dat iemand van je houdt. Liefste Frederik, ik was ooit die Griet. Ik heb jou al die tijd blindelings verdraaid. Het is genoeg. Manon, waar slaat het op? Ik was genoeg. Manon, hou hiermee op. Ik zag niet dat je slecht was voor mij. Ik dacht dat je echt was bij mij. Ik heb het beste met je voor als ik fluister. We komen er samen door, ik vergeef je. Of doe alles sinds mijn best, ik bescherm je. Ben bezorgd voor al de rest.
luister naar mij. Ik ben bezorgd, prinses van mij. Hoe lang denk jij, Frederik, dat ik dit pik? Ik ben geen domme chick, Frederik. Hoe lang denk jij, ging nooit om mij, Frederik? Geef geen kick, denk je dat ik dit nog pik, Frederik? Het ging nooit om mij, het gaat nu om mij. Hoe lang denk jij, Frederik, dat ik dit pik? Ik ben geen domme chick, Frederik. Hoe lang denk jij? Luister naar mij, ik ben bezorgd, prinses van mij. Ik ben bezorgd wat zou er gebeuren wanneer de wereld je van de top van de Everest halen. Wanneer de wereld stopt je voor elke zucht te betalen. Geef je dan op of zou je balen dat het leven geen sprookje is en Frederik ook geen droomprins. En hou je het aan je mond, verander je daad. Zou je met je neus samen met ons in de stront ontkennen dat privilege bestaat? Heeft iemand jou al ooit nee gezegd? Heeft iemand jou al ooit iets ontzegd? Heb je ooit al moeten vechten voor een recht veilig te wandelen over straat? Heb je ooit al over je schouder moeten kijken? Was het genoeg om op je ouders te lijken? Qua woord en daad om je vloeiend door het leven te begeven. Wat heb je naast klootzak op je palmares? Oh, excuseer, je doet ook echt wel je best een body count hoger te hebben dan al de rest. Want bij u is dat stoer en vet. Maakt van elk meisje een hoer en een slet. Ik heb een kikker gekust, maar hij veranderde in een pad. Ik was er me niet van bewust en ik koesterde wat ik had wanneer ik vergat. Mij liever een cheatende vuile slet dan een giftige pad. Ik was zo blind, ik had geen idee. Je speelde een spel en ik speelde het mee. Dat brein bij jou, zo fijn bij jou, zo snappy. Nee, het moet leuk zijn een liefde hebben dat u heel graag ziet. Het moet leuk zijn te weten dat iemand van je houdt. Liefste Frederik, ik was ooit die griet. Ik heb jou al die tijd en nooit verbrand. Het is genoeg. Manon, slaat het op! Ik ben Ik kom Sam maar even binnenhalen. Waarom? Omdat haar ouders daarachter gevraagd hadden. Ja, oké. Hier. Alles oké? Ik moet nog... Ja. Dan ga ik... Allee. Jenny, je weet dat je altijd mag bellen, hè? Jenny, sorry. Ik had dat niet mogen zeggen. Dat was er over. Ik meen dat echt niet. Nee, je hebt gelijk. Ik ben echt een fucking slechte vriendin. Nee, nee, totaal niet, totaal niet. Ik heb dit alleen nog maar aan Sam verteld. Hey, sorry voor het storen, maar ik wil eigenlijk graag iets met je bespreken. Ja, sure. Zet u. Alles oké?
Ja, maar met jou alles oké? Ja, ja. Waarom? Ja, dat is nog van de voordring. Ja, cut the crap. Wat is er hier aan de hand? Maar nee, niks, ik ben oké. Maar nee, niks, ik ben oké. Sam, ik ben volwassen en ik zie zelf wat ik doe. Ja, en ik ga ook niet je mama spelen, maar je beste vriendin en dit is niet oké. Waar heb jij het zelfs over? Come on. Sam, laat mij gewoon gerust, er is niks. Jawel, praat met mij. Jij kunt soms echt zo'n trut zijn, hè? Ja. Sam, ga naar huis. No way. Laat mij gewoon Jenny, gerust. Praat ik met wil mij. Niet met je praten, praat laat mij gewoon! Je bent echt het grootste kutwijf dat je kent. Ik kan niet meer. Jenny. Op uw tempo. Het is ook allemaal mijn eigen schuld. Weet je nog? Vorig jaar, toen ik op feestjes enkel met jongens kuste. Dat ging nooit verder dan dat. En stop was stop. En nee was nee. Ik fantaseerde wel eens over mijn eerste keer, maar... Het moest speciaal zijn. Met iemand waar ik echt van zou houden. Ik kan dat meisje niet meer zijn. Het was zo mooi. Ze zou later beseffen dat ze moet stoppen met dromen. En dat die prins op het witte paard voor haar de slotgracht niet zou oversteken. En dat de wereld niet bestaat uit fucking eenhoorns en regenbogen. Ik zou haar willen zeggen dat ze moet stoppen met zich elke keer als een domme koe zo lam te zuipen. Maar dat zou hypocriet zijn, hè? Als ik dat zeg. Ik zou haar wel zeggen... dat ze dat laatste drankje niet moet aannemen. Ik zou haar hand vastpakken, haar naar huis dragen, haar wel rustig kussen. Het liefst van al zou ik haar gewoon willen opsluiten in een hoge toren. Maar ze nam het wel aan. En ze is thuis geraakt. Niet alleen. Maar geen droomprins. En geen welterusten. Ze werd wakker, zonder te weten wat of waarom ze zich zo vreemd voelde. Ze was alleen, blackout, niks meer. Gewoon een kater, gewoon een avondje te stevig uit. Is wat ze haar eigen probeerde wijs te maken, maar elke keer haar ogen sloot. Plots ligt hij op mij. En ik kan zijn gezicht niet zien. Alles is wazig. En ik probeer te schreeuwen, maar ik kan geen kreet lossen. En ik stik. En geef geen kick. Ik probeer hem van mij af te duwen, maar ik verstijf. Geen zucht. Geen gil. Maar ik voel zijn lijf. En ik word ook zijn lijf. En het is oorverdovend stil. Jenny. Zoveel mensen zijn de laatste tijd zoveel vriendelijker tegen mij. Alsof ze deze vrije versie van mij beter weten te appreciëren. Je bent zo opengebloeid. Nee. Leeggevloeid. Maar wie boeit dat iets? Zolang... dat niemand zich moeit en ik het niet zeg, is het niet echt, toch? Jenny, we moeten dat aangeven. Nee, nee, dat gaat niet. Ik weet niet eens wie het was en ze gaan me daar toch gewoon uitlachen. Maar, stop. Ik had niet zoveel moeten drinken. Hé, hey, zeg dat nooit meer. Niks hiervan is jouw schuld, hè? Kijk, je kiest zelf wat je doet, maar ik ga voor je zijn. En ik ben super trots op je dat je dit aan mij hebt verteld. Is dat oké?
wou jij mij nu eigenlijk vertellen? Ik ga een andere keer wel terugkomen. Jawel, kom aan. Ik wil het wel eens even over iets anders hebben. Het was echt niet zo belangrijk. Allee. Anders heb ik de vierde keer dat jij tegen mij uit de kast probeert te komen verpest. Is het iets anders? Sam, het is oké, hè? Op uw tempo. Ja, maar ja, hoe gaat dat nu nog? Ah ja, sorry. Ja, oké. Ik val niet op jongens. Holy shit, serieus? En who's the lucky person? En waarom denk je dat er een lucky person is? Ah, gewoon aan de manier waarop jij spontaan begint te lachen als Billy je stuurt. Of hoe jij die standaard uitkleedt met je ogen. Maar wie weet er allemaal van. Enkel jij en Noah. En dat wil ik voorlopig nog wel even zo houden. Uw ouders? Ja, kijk, ik wil het je echt wel graag vertellen, hè. Want Billy zit er wel achter. En ik weet dat die mij niet gaan buitensmijten of zo, maar die willen gewoon heel graag kleinkinderen. En er gaat echt geen dag voorbij dat ze mij daar niet aan herinneren. Maar Billy zit er wel achter. Ik wil gewoon geen teleurstelling zijn. Jij kunt echt onmogelijk een teleurstelling zijn. Ik zou me daar niet te veel zorgen om maken. Dat is lief. Ik zou trots zijn op zo'n prachtige pottendochter als jij. Maar nee, serieus. Wat je ook doet, ik sta achter u. En ik achter jou. Dus, wat gaan we doen met de andere helft van deze fles? Wacht. Kijk, ik weet dat het cliché klinkt. Maar morgen stop ik. Nee, serieus. Ik heb een idee. Ik wil gewoon nog eens één keer met u goed feesten. Geen boydrama, gewoon wij twee. En misschien ook Noah. En Billy. Vanavond is er een feestje in een dodo. Oké. Dan zal ik mij moeten drinken voor als ik het morgen aan mijn ouders vertel. Yes. Wordt de speelplaats ooit te veel, dan hebben we elkaar. Wat zou ik zeggen? Ik vind jou niet raar. Zeur je ouders te veel, klim dan uit het raam. Wat er ook mag komen, samen kunnen we de wereld aan. Een superster, een topmodel, samen kunnen we de wereld aan. Als ik ooit, als we groot zijn, in Los Angeles woon, in een villa. Met Taylor Lautner en de kids. Als je ooit, als we groot zijn, in Los Angeles woont, kom ik elk weekend op bezoek met Jasper van de Bandits. Wordt de speelplaats ooit te veel, dan hebben we elkaar. Wat zou ik zeggen? Ik vind jou niet raar. Zul je ouders te veel, klim dan uit het raam. Wat er ook mag komen, samen kunnen we de wereld aan. Een superster, een topmodel, samen kunnen we de wereld aan. Als ik ooit in de nabije toekomst onder een brug beland, breng me dan eten of een deken voor de kou. Als je ooit in de nabije toekomst onder een brug beland, kijk dan naar de doos naast je, bitch, ik ben je buurvrouw. Worden de tequila's je te veel, hou ik je haren bij elkaar. Vat een gastje ooit lastig, één woord en ik sta daar. Word je hart gebroken, bel ik met een doos ijs aan. Wat er ook mag komen, we zullen samen recht blijven staan. Een laffe pot, een zatte slet, we zullen samen recht blijven staan. Wordt de speelplaats ooit te veel, dan hebben we elkaar. Wat zou ik zeggen? Ik vind jou niet raar, zul je ouders te veel, klim dan uit het raam. Wat er ook mag komen, samen kunnen we de wereld aan. Een superster, een topmodel, samen kunnen we de wereld aan. Worden de tequila's je te veel, hou ik je haren bij elkaar. Vat een gastje ooit lastig, één woord en ik sta daar. Word je hart gebroken, bel ik met een doosijs aan. Wat er ook mag komen, we zullen samen recht blijven staan. Een laffe pot, een zatte slet, we zullen samen recht blijven staan. Maar dus, ballen?
maar waar zit dat aan denken? Hé, ik kon er niks aan doen, ik moest wel. Ja, jij kunt nergens iets aan doen. Niks in de wereld. Ik deed het ook voor jou. Oh, nu nou eens kijken. Maar ik kon het gewoon niet langer aanzien. Moet jij je lichaam gewoon aan het gebruiken? Wat? Jenny, je hebt gewoon zo weinig respect voor jezelf. Jenny. Dus jij vindt mijn slet of wat? Nee. Natuurlijk niet. Jenny, sorry. Ik meende dat echt niet. Elke dag opnieuw loop ik leeg in de nacht. Fout zijn ik kwaad als jij als dat verlacht. Elke dag opnieuw loop ik leeg in de nacht. Fout zijn ik kwaad als jij als dat verlacht. We zijn hier niet voor een lange, maar een goede tijd. Je kan straks niet verlangen naar oudheid. Als je kaken krullen gaan sluizen is, kan de ruimte vullen, wordt de sfeer verlicht. Leef nog een beetje, loop een beetje leeg. Wij verwend komen schijn als we blij lijken te zijn. Leef nog een beetje, loop een beetje leeg. Dus je nood dan om waarom, lach je ziek, lach je krom. Goodwave. Anthony. Ah, Nicole. Dat was de laatste keer, man. Wat bedoel je? Ik kom net van bij Jenny. Besefte jij wel
dat dat mensen zijn waarmee je bezig bent. We zijn die marionetten niet, man. Is alles oké? Okay? Moet je een pintje hebben? Ah ja, wat meer drank, dat gaat alles oplossen, toch? Kom, gast. Ik moet die bier niet hebben, man. Je bent te ver gegaan. Oh, als je jouw probleem niet overdreef, je wel echt. Ah, is dat zo? Nee, is dat zo? Moet ik het anders aan hen eens vragen of ik te ver ben gegaan? Wil ik dat niet aan? Hé, ik heb allemaal van jou, hè? Mijn beste maat. Jouw Albrecht, wat is die hysterische shitshow? Adem in, adem uit, drink een pintje met je prezies en praat dan hier gewoon uit. Je zei met een maat niet meer. Hé, hey, van Noah, moeten jullie iets van de bar hebben? Wat is jouw probleem? Wat is er? Is er iets dat de mensen niet mogen weten misschien? Hé? Dames en heren, laat mij voorstellen. Mijn goeie maat Frederik. Zeg, Nico, wanneer ga je nu eigenlijk eens een echte man worden? Je vlag is in de aarde planten. Kijk mijn pollepel in de pad, hoor. Hey, nee. Hey, jongens, wees rustig. Kom aan, man. Alleen. Zo, dat kan niet. Yeah. Ja, dat gaat toch niks worden. Ah, hoezo? Zo'n knappe gast als jij, daar valt toch iedereen voor? Ja, ik denk niet dat dat het probleem is. Huh? Ja, bon. Ik denk dat Sam... niet voor de man is. Sam! Dat kan niet, die is veel te lekker om pot te zijn. En daarbij, elke vrouw kan hetero worden. Hé, onder de juiste omstandigheden, voor de juiste kerel. Ja, wat? Ontken die gewoon. Dat is waar. Ja, dan nog, die NO hangt er altijd rond. Dat was ik wel op. Eens een rijtje? Hoezo? Watch and learn? Ik moet toch nog iets bespreken met die Noah. Ik kan het namelijk sneller dan je had voor me gezegd. Allee. Oeh! 20 minuutjes. Watch and learn. What the fuck hebben jullie gedaan? Gast, what the hell? Gast, dat is echt fucked up. Gaan we eindelijk beginnen doen, ja? Hé, hey, waar waren jullie voor onze goede vriendin? Billy, Jenny, is bij jullie blijven slapen? Zijn jullie altijd voor haar geweest? Dat dacht ik al. Fuck you! Als ze toch zo gaan spelen, dames en heren, laat ons bij het introduceren onze goede vriend Nicolas. Hey Nico, ik weet dat het vrij laatste minuut is, hè, maar kan ik misschien bij jou blijven slapen? Ja, sure. Sam, voor je gaat. Nog een nachtmutsje, hey, om goed te slapen. Allee dan. En een leuke avond gehad. Gaat, kind van gaat, gaat, kind van gaat, kind van gaat. Nicolas, 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 denk nu goed naar wachten. Ja, Nico, dat is duidelijk. Die wil jou. Ja, die pot zie wel een dekseltje nu. Allee, gasten. Kom. Jaren zo dicht gestaan, maar nooit echt kunnen komen. Allee. Die BH is al uit. De helft van je werk is gedaan. Nico. 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 Nico, 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 Nico. Hey, jullie waren er allemaal bij! Fucking klootzakken! Holy shit, holy shit, holy shit! Ik wist dat je tot veel in staat werd, maar dit... Frederik had mij ervan overtuigd dat dat de enige manier was. De enige manier? Zijn jullie gestoord? Ja, het is niet dat ze nee zei of zo. Ze was... Wat? Je hebt die godverdomme Nee! Ik ben gestopt! Echt waar! Ik ben gestopt! Hoezo gestopt? Nico, 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 hey!
Sam? 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 Hey, what the fuck? Die reageert niet meer. Nu al helemaal uitgeteld. Sterk werk. Maar mannen, dat is niet om te lachen. Die reageert niet meer. Kom. Mijn paniek ga je niet oplossen. Hé, kom. Jongen. Hé, ga je wel lucht scheppen? Hé? Ik los het al op. Ik zorg voor haar. Nico. Voor mijn beste maat. Hé? Zeg, wat is er hier aan de hand? Onze Sam heeft te veel gedronken. Gedronken? Deze is niet van een drank, hè? En waarom ligt je ondergoed hier? Zo aangetroffen. God, kijk, dat meisje heeft hulp nodig. Dus ik bel nu een ambulance en dan de politie, want deze kan hier echt niet. Wat? De politie? Dat is hier wel in jouw café gebeurd, hè, man? En je wilt toch niet dat die hier binnenkomen en dat je alles waar je zo hard voor hebt gewerkt kwijtraakt? Wat moet ik dan doen? Je hebt toch een brommer? Hé? Dat is nu jouw probleem. Los het op. Voor mijn part, gooi er in de schelde. Aangenaam, iedereen. Mijn naam is Anthony. Tony, voor de vrienden. Maar ja, als je in mijn café zit, dan zijn ze sowieso al mijn vriend eigenlijk. Iedereen wordt hier met een glimlach bediend. Ik heb al veel fouten gemaakt in mijn leven. Ik heb al van heel veel dingen spijt gehad. Ik ben ook niet altijd het grootste licht. Het scherpste potlood in de doos, dat zei ons moeder altijd. Maar de dodo? Mijn dodo? Dat doe ik nu eens echt goed. Daar ben ik echt trots op. Ik dacht echt dat ik het gevonden had voor mij. Ik moet toegeven dat ik getwijfeld heb. De Frederik die had de punt, maar allee, ik kon dat toch niet maken. Dus ik heb haar op mijn brommer gezet en ik ben naar de kliniek gereden. Maar op 200 meter zag ik blauwe lichten en ik hoorde sirenes en ik dacht al vroeger en ik dacht al ons moeder en ik dacht... Ik dacht gewoon, die is nu zo dichtbij. Er zal toch wel iemand haar vinden en haar tot kinder brengen. Ik zag dat ze nog een gsm op zak had, dus ik heb die genomen. En ik heb met die gsm hier nog de hulpdiensten gebeld. Voor de zekerheid, voor alle geval. Want allee, ik dacht dat alles wel goed ging komen. Ik dacht echt dat alles wel goed ging komen. Maar dat was blijkbaar nog een fout. Je hebt daar gewoon gedumpt. Op 20 maart 2022 werd het levenloze lichaam van Sam Stevens teruggevonden in de Schelde. Op haar lichaam werden sporen van geweld aangetroffen. Volgens het onderzoek van het parket werd Sam laatst in leven gezien met Anthony van Petegem, een jonge man van 27 jaar met kort bruin haar die momenteel vermist is. Mocht u hem gezien hebben of weten waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie op het nummer 0800 91 119. Discretie wordt verzekerd aan alle getuigen. En toen werd het oorverdovend stil. De stilte is oorverdovend.
adrenaline die de afgelopen dagen onze diesel was, loopt als hete lava uit ons lichaam. We stuiken als stokpoppetjes ineen. Alles in ons wil weglopen, maar er is geen waarheen. Stil, maar oorverdovend. Die eerste seconde, alles lijkt op pauze te staan. Geen gil, geen traan, niet meer bestaan. Geen hartslag, een liminaal moment waarop je er tegelijk wel en niet bent. Het einde van het onbekende betekent het begin van de ellende. Waar ons brein ons op dit moment nog voor beschermt. Besef. Fuck. Met de hoop vervliegt elk woord. Ademen is ongepast, elke zin ballast. Zonder lucht niets horen, we worden vacuüm bevroren. Bevroren wordt mijn laatste moment met haar. Het beeld wordt gepauzeerd op het stomste wat ik had kunnen doen. Ik zou het nooit hebben kunnen goedmaken. Maar ik zou ook nooit gestopt zijn te proberen. Zodat Sam kon verder leven zonder een eindeloze repeat van die scène. De kans tot ontdooiing is vergooid. Het moment smelt nooit. Voor altijd vervat in ijs blijf ik een monster. Bullshit, naar de gevangenis, passeer niet langs start. Fuck hopeloos zoeken naar verklaren. Alles zakt als een zandkasteel in elkaar. Onvoorstelbaar, onvoorspelbaar. Dit is toch niet waar? Waar waren wij? Maar nu staren wij. Woordeloos, ademloos, doodstil. Ik zou mijn leven geven om de waarheid die mij ooit zo dierbaar was, haar had gekraakt, om te keren. Om te kunnen negeren dat dit echt is. De tijd die ons nog rest, samen leven in een leugen waar je nooit uit ontwaakt. Nooit kwetsbaar, nooit naakt. Maar samen met haar, voor de waarheid ondoordringbaar. Het simulacrum breekt voor de laatste keer echt open. En het panopticon interesseert ons geen hol meer. Ons hol leven, dat we als rol beleven, begint te beven. En een vol leven willen we heel even opgeven. Om niet te moeten toegeven dat dit de realiteit is. Bullshit aan ons hoofd. We zijn al lang van onschuld beroofd. March 23, 2022. De dag dat de zon voorgoed aan de horizon zou verdwijnen en nooit meer zou schijnen. Oké, dat is of course niet waar, dat is een stomme metafoor. De zon ging uiteraard weer schijnen, maar niet meer voor Sam. Nooit meer voor Sam. Wat kunt je nu nog zeggen? Woorden zijn leeg en gecorrumpeerd. Er is een arbitraire relatie tussen woorden en betekenaar. Alsof uw spraakorgaan zo'n moment verteert. En dus zeven we maar in een wereld zo breekbaar. Schrijven, mijn leven koers te geven. Luister.
samen recht blijven staan. We zullen samen recht blijven staan. We zullen samen. We zullen. Op Sam. Hij gaat hiermee wegkomen, Sam. Hij gaat hiermee wegkomen. Je bent moe, hè? Dat is oké. Wat er in februari is gebeurd. Maar nu, ik weet wie dat was. Jenny, ik...
zijn ik zwaar. Als jij als laatste lacht, offers zijn ik zwaar. Elke dag opnieuw gaat dat door tot in de nacht. Toch ga je door tot je misschien ooit weer licht ziet. Ik heb geen idee hoe ik dit nog 60 jaar doe. Ik ben zo Jenny, wat er in februari is gebeurd, je moet weten, dat was niet uw schuld. Dat is die van hem. En van hem, de... We zijn hier vandaag om Sam te herinneren. En dat is moeilijk. Want er zijn veel verschillende versies van Sam. Sam bij haar ouders. Sam bij haar vrienden. Sam in de les, Sam op het hockeyveld. Sam na 2 tequila's. En ik begreep dat eerst niet. Ik snapte niet waarom er 2 versies van 1 persoon zouden zijn. Ik kan dat niet tegen. Ik kan gewoon niet zien dat al die versies van Sam gewoon mooi zijn zoals ze zijn.
beetje anders. Maar toch Sam. Altijd Sam. En als die gewoon nog een beetje meer tijd had gehad. Als die had gewoon een beetje tijd nodig. Ik heb dat nooit willen zien. Ik heb dat. Ik moest gewoon. Ik moest gewoon. Sam eigenlijk leren kennen? Op een feestje in de dodo. In ons eerste jaar, weet je nog. Ik was toen zo zat. Ze heeft me meteen van mijn beste kant leren kennen. Ik weet dat nog. De onzin die je toen aan het uitkramen was. Ik had medelijden met Sam. Was ze toen al bij u blijven slapen, Billy? Kan je niet gewoon? Het is oké. Kan niet. Je bent niet alleen. Moet gewoon. Doe, kan ik iets? Als Sam ons nu zou zien. Nee, dat was toen nog niet. Nee, die is toen bij mij op kot op de zetel blijven slapen. Zat het wel over die ene DJ waarmee ze zat staan dansen. Dat heb ik ook gezien. Hoe ging dat liedje nu weer? Girls in navy blue skirts follow the stream, jump every hurt. Creatures in the crowd feel better, facing stormy weather, still waters run deep, deep waters run away. We will chase each other at the bottom of the sea, where feathers fray, and lovers can be free. We erase our gathers, be quietly. On the surface, lovers can be free. Thank you.
Thank you.
dames en heren en alles daaronder ertussen. Wauw, 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 wat een avond. We zijn zo verschrikkelijk blij dat we er weer voor jullie mogen staan. Dit is een project waar we allemaal heel lang aan hebben gewerkt. En er zijn 5 mensen die nog net iets langer en iets intensiever aan hebben gewerkt dan wij dat hebben gedaan. Je mag even vooraan komen staan. Kom maar, niet verlegen zijn, niet verlegen zijn. Een van die mensen is Pieter. Pieter is onze immers getalenteerde choreograaf. Je ziet hem hier staan. En niet alleen is hij choreograaf, hij is ook financiën en PR geweest. Wat een topkerel. Applaus. Onze Bernd, dat is niet alleen een fantastische Frederik, maar ook een geweldige scenograaf en een geweldige vriend gewoon. Applaus. Ja, en dan hebben we ook Wannes. Wannes is eigenlijk hoe wij hem omschrijven, een beetje de mama van die groep. Wannes staat er altijd voor ons de nodige pep talks te geven. Hij staat er altijd voor ons klaar en hij weet ook verschrikkelijk veel van musicals. Hij heeft verschrikkelijk veel voor ons gedaan. Applaus voor Wannes! En dan Aline, ons creatieve wonderkind. Zonder haar hadden wij hier vanavond niet gestaan. Want uit haar geniale brein is het idee voor deze musical ontsproten. Applaus! En dan last but not least hebben we ook nog onze immer fantastische dirigent, Dian. Applaus voor Dian! En ik ga de afsluitende woorden geven aan degene die ook de show begonnen is, onze Karen. En ik zeg, Karen,